Jongens en meisjes, zoals jullie weten is het vrijdag dag van de jeugdbeweging. En bij Ketnet gaan we altijd alles een klein beetje uitvergroten en daarom doen wij dus een week van de jeugdbeweging. En in die week komen er elke dag twee mensen langs om één minuut lang hun jeugdbeweging kort voor te stellen. Gedurende één minuut dus. En deze week zijn dat, vandaag zijn dat Emiel en Victor van de FOS Open Scouting. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja, oké. Dan gaan we starten in 3, 2, 1, go! Oké, en ze zijn hier ondertussen volle bak beginnen sjorren. Emiel, ja? Wat ben jij nu aan het doen? Nu ben ik aan het woelen of aan het wurgen dat de sjorring, hoe vast zit dat dan niet zo naar beneden valt. Okay, dus, heb ik dat niet goed verstaan? Je bent aan het woelen of aan het wurgen? Ja. Dat is heel straf taalgebruik. Anders kan het allemaal naar beneden vallen, ja, maar nu... Dan is het anders. Het valt dat goed hard aan. Ja. Cool, alright. Victor... Wat ben jij nu aan het doen? Je bent al bezig aan iets anders, zie ik. Ja, ik ben mijn knoop aan het maken, want ik ben klaar. Oké, en hoe noemt die knoop? Weet je dat ook? Ja, de master. Oké, goed zo. Dat is één punt. Oké, ik denk dat... Emiel, lukt het een beetje? Of ja, ja, moet je een beetje helpen? We hebben nog wel even tijd, hoor. Ik bedoel, je mag, misschien moet je nog een dansje doen tussendoor of zo, Victor. Gaat dat? Ja, yeah, voilà, goed zo. Oké, 10 seconden. 10 seconden, jongens, kom aan. Ik denk dat er nog één iets moet gaan gebeuren, ja. Wel. Ja. Goed. Ja, kom aan, go. 1, 3, 2, 1 en... Ja, dat mag nog net binnen de tijd. Goed zo, kijk, gelukt. FOS Open Scouting heeft het gedaan. Goed, Emiel. Ja? En, viel dan een beetje mee? Och ja. Ja, maar ik ben gewoon van op de grond te sjorren, want... Ja, en nu moet je het wel rechts aan te laten. Ja. Is het stevig genoeg om op te gaan zitten, denk je? Ja, ik weet het niet. Victor, gaan we eens proberen? Ja, pas op, maar... hè, dat we niet vallen. Misschien hier. Ja. Oké, gaan we dat toch eens doen? Oké, ik zal u misschien een beetje tegenhouden. Goed, alright. Goed zo. Victor, goed gedaan. Ja. Emiel, hoe lang zit jij al in de jeugd? Ik zit al 5 jaar in scout. 5 jaar. En Victor, hoe lang jij al? 3 jaar. 3 jaar, oké. Okay. En wie is je favoriete leiding? Je favoriete leider of leidster? Ja, Picus, maar dat is... Picus. Picus, dat is zijn totemnaam. Bij ons hebben alle leidingen een totemnaam en dat zijn dieren. Maar dat is niet een echt. Allee, dat is een totemnaam. Maar cool, echte dieren dus daar. Emiel? Ja? Wat is het leukste dat je al gehad op kamp? Op groot kamp in tenten slapen en zelfs eten koken. En dan op het einde is het een kookwedstrijd. En, ja. Klinkt allemaal heel cool. Zeg, heel erg bedankt om te komen. Ik heb nog een klein cadeautje voor jullie. Ik heb hier nog een grote Ketnet sticker om jullie lokaal een beetje op te fleuren. Zijn jullie daar blij mee? Ja, heel blij. Gaan jullie nu samen met mij kijken naar Galaxy Park? Ja, oké. Wat doen? We gaan dat zeker doen. Galaxy Park dus.